Dit portret van mondharmonica-speler Toet Stielemans is in veel opzichten opvallend. Vooral omdat hier duidelijk wordt dat Karel Meersman geen pure karikaturist is. Het is Karel niet louter te doen om de zo groot mogelijke bril, de zo klein mogelijke ogen of het sneeuwwitste haar. Het gaat eerder over kleine vervormingen die de herkenbaarheid van de persoon vergroten en de expressie of de gemoedstoestand benadrukken. Een goed portret vestigt de aandacht van de kijker op de persoonlijkheid en de emoties van de geportretteerde. In dit portret heeft ook de gebruikte huidskleur een betekenis. De perkamentachtige kleur is een verwijzing naar de sepia-foto's uit een ver verleden. En we worden in een sfeer van vergane glorie geconfronteerd met onze vergankelijkheid. Vanitas. De tekening is gemaakt op het moment dat Toets besliste om te stoppen met spelen. Maar de man is in de ogen van Karel zo vergroeid met zijn instrument, dat zelfs bij het weglaten van de mondharmonica ze toch nog zichtbaar is. De handen zijn door de jaren en door zijn muziekinstrument gevormd en verstild in dit hommageportret. Het belang van handen is trouwens niet te onderschatten. Handen drukken evenveel uit als de rimpels om een mond en zijn even expressief als een gelaat dat grimast. In dit portret zijn ze zeker niet ondergeschikt aan het hoofd en verraden ze onomwonden Karel Meersmans liefde en fascinatie voor handen.